De makke van het systeem die is tweeledig. Dat is dat er niks aan preventie wordt gedaan, omdat je ieder jaar moet kunnen wisselen. Ik denk dat het eigenlijk wijzer was geweest als we die periode wat langer hadden gehouden, zoals in Duitsland. En dat tegelijk de overheid met zowel de Nederlandse Zorgautoriteit als met dat budgetsysteem het zo gecompliceerd heeft gemaakt. En ook eist dat we 2 jaar na afloop van het boekjaar nog steeds alles kunnen veranderen. Dat het in de praktijk dus helemaal niet werkt. Een noodsituatie zie je omdat de contracten en de afspraken en de tarieven nu pas in de loop van het jaar bekend worden. Ik heb circulaires gezien van de Nederlandse Zorgautoriteit, die worden dan uitgegeven in november en die gaan in de 1 januari van datzelfde jaar. Dus dat is 11 maanden te laat. En wat dan politiek gezien zo treurig is, daar gaat straks, dat weet ik zeker, daar gaat straks het parlement de verzekeringswereld de schuld van geven. Dan zeggen ze, jullie zitten hier maar te verrijken en de reserves op te bouwen. En dat vind ik dus onbillijk, omdat die verzekeringsmaatschappijen, die kunnen haast niet anders, gegeven de enorme onzekerheid die wordt gecreëerd door de Nederlandse Zorgautoriteit en de overheid. Want het is niet alleen die 30.000 verschillende codes, of nu zijn het dan weer 4.000 verschillende codes. Het is ook dat de overheid zegt, en zeer ten onrechte, de overheid zegt, aan het eind van het jaar willen we zeker weten dat het allemaal past binnen een budget. En als het niet zo is, gaan we aan het eind van het jaar kortingen toepassen en afboeken enzovoort. En het is nog erger, het is niet aan het eind van het jaar, het is vaak 2 jaar verder. En ik heb enig recht van spreken, want in die paar maanden dat ik minister was, heb ik toen al gezegd, jullie moeten iets veel eenvoudigers doen. Dan kunnen we ook statistisch beter kijken welke ziekenhuizen afwijken van het gemiddelde. Dat lukt nooit met 30.000 verschillende codes. En dan kunnen we ook verstandige analyses doen. Laten we gewoon het systeem importeren uit een of ander land waar ze nou toevallig een paar jaar voor liggen op Nederland. Maar nee, wij zouden dan ons eigen systeem ontwikkelen en dat is veel te fijnmazig geworden. En toen is ook verdorie dat hele idee van er is een totaal budget, dat is weer teruggekomen. Toen ik minister werd, dat kan ik nou wel even vertellen. Toen had ik ook inzage in de laatste en de voorlaatste versie van de troonrede. En toen zou de majesteit die zou zeggen, het recht op zorg is gegarandeerd binnen het vastgestelde budget. Dat heb ik tegen premier Balkenende gezegd. Dat is een onzinnige uitspraak. Het is een recht op zorg of het is geen recht van zorg. Het heb ik moeten dreigen nog met allerlei akelige dingen, voordat ze in de allerlaatste versie van de troonrede, ik geloof 2 dagen voor Prinsjesdag, dan dat hebben gewijzigd en hebben gezegd, de regering garandeert het recht op zorg. Het is een verzekering, dat is wat het is. En trouwens, als het ook gaat over het budget en blijven binnen het budget. Niemand weet toch ook voordat het jaar afgelopen is hoeveel er binnenkomt aan de andere kant. We betalen allemaal BTW en het ministerie van Financiën weet pas als het jaar is afgelopen hoeveel er binnenkomt. Ik heb nog nooit de minister van Financiën gehoord die op 12 december zei, we hebben dit jaar genoeg. Jullie hoeven over de laatste 3 weken van het jaar geen BTW meer te betalen. Dus daar ligt het tarief vast en ze zien wel hoeveel er binnenkomt. In de zorg zouden de behandelingen en de tarieven voor de behandelingen die zouden vast moeten liggen al voor het jaar begint. En dan zien we aan het eind van het jaar wel of het nou 1% duurder is geworden of 1% goedkoper. Hoe kan het anders? Hoe kan het anders? Nou, er zijn gelukkig andere landen waar dat allemaal beter is. En ik zou zeggen, het beste wat je kan bedenken is veilig een systeem importeren uit een ander land. En ik noem nog 1 heel groot voordeel dat dat hier ook al moet gebeuren sinds 2006, maar dat is dus niet gebeurd. In Australië wordt de nota van het ziekenhuis, die wordt gekoppeld aan, zal maar zeggen, het dossier dat de patiënt krijgt als hij wordt ontslagen. En dan kunnen de mensen die dat dus controleren, namens de verzekeraars of namens de overheid, die kunnen zeggen, zijn er complicaties opgetreden? Is die persoon misschien te lang of te kort in het ziekenhuis gebleven? Hebben ze niet de behandeling gekregen die paste bij de kwaal? En daar hebben ze dus een systeem, wat nu al een aantal jaren werkt, dat een ziekenhuis een boete krijgt als mensen infecties oplopen die kennelijk een schuld zijn van het ziekenhuis. Dat er wordt gekeken, zijn mensen daar te lang gebleven? Opnieuw een boete voor het ziekenhuis en dus een beloning als het allemaal goed gaat. En hier in Nederland zijn we er in al die jaren dat dit huidige systeem nou werkt met de Nederlandse Zorgautoriteit nog niet eens in geslaagd om het ontslagdossier van de patiënt te koppelen aan de nota. Dus die verzekeraars moeten maar raden waar ze voor de gek worden gehouden door de behandelaars. Enfin, het is echt helemaal vastgelopen.
En ik denk dat we maar een beetje nederiger moeten zijn. Moeten zeggen, dat is ons niet gelukt. We hebben met 30.000 codes de verkeerde weg bewandeld. Laten we maar een systeem overnemen van een land waar het een beetje beter werkt.